Op speeldag 7 laat alleen Zulte Waregem zich door Genk verrassen. Alle hoogtepunten en goals in deze Lotto Super League Rewind. Een zalig voetbalweertje voor Club Brugge Anderlecht. En die wedstrijd is toch altijd een tikkeltje bijzonder. Anderlecht begint aan de match met een bonus van 2 punten in het klassement. Beide ploegen hebben hun huiswerk goed gemaakt en zetten elkaar uitstekend vast. Brugge glipt er toch eens door, maar de Neve is net op tijd terug om de doorgebroken Boutjebi terug te halen. Even later op links een goede voorzet van de Loze. Marie Minaert kan niet afdrukken, het blijft 0-0. Dan opnieuw een snelle tegenprik van Club. Lang uitgesponnen dubbelpaas tussen Matavkova en Ouzraoui, maar Tisson met de broodnodige tackle. Het gaat snel op en neer, vlijmscherpe voorzet van Van Wijnsbergen en Van Tafu kan aan de tweede paal binnentikken, zo breekt Anderlecht de ban 0-1. Paarswit zet door, Laura De Neve met de hoekschop en Sarah Wijnands kan in twee tijden de 0-2 op het bord zetten. In 3 minuten zien we 2 doelpunten. Anderlecht zit op roze. Ik denk dat dat even een tikje is. Dus het is gewoon alleen maar positief voor ons dat we dat hebben kunnen doen, dat we het ons eigenlijk ook een klein beetje makkelijker hebben kunnen maken. Bij het begin van de tweede helft zorgt Minaert zelf IJzona voor de 0-3, maar haar poging gaat over. Anderlecht dicteert de wet in het tweede bedrijf. Invalster Jacobs schiet over. Club kan echt niet dreigen, de kansen zijn voor de bezoekers. Alweer via hoekschop. Nu is het Lore Jacobs die kan scoren, ook zij in 2 keer. 0-3, de boeken mogen toe. En 5 minuten later krijgen we alweer een hoekschop van Anderlecht. Dan weten we dat dat gevaar kan opleveren. En inderdaad, Boutjebi verschalkt haar eigen doelvrouw. De kelk moet tot op de bodem leeg bij Club. Beide ploegen krijgen in het slot nog 1 kansje. Ario besluit te zwak voor Club. En ook Marie Minaert krijgt de bal niet meer tegen de touwen. Het blijft 0-4. Anderlecht heeft na 6 wedstrijden nog steeds het maximum van de punten. Ja, dat doet heel veel deugd. Maar we moeten er nu van genieten. Want ik weet als coach dat dat heel snel kan veranderen. Maar ik denk dat we aan een mooi verhaal bezig zijn. En dat we nog zeker beter kunnen worden. En we moeten nu gewoon genieten van deze overwinning. En dan vanaf morgen kijken naar Woluwe. Het is toch een thuiswedstrijd. Het is tegen Anderlecht altijd iets speciaals. Het was ook een beetje een eerste grote test van het seizoen. We hebben al leuke dingen laten zien. In de voorbereiding enerzijds, maar ook tegen Gent anderzijds. Pas op, en met 13 op 15, hey, dan kan je wel mee thuiskomen precies. Daarom dat een 0-4 wel iets, niet iets is waar we op gerekend hadden. Charleroi trok naar Leuven voor een eerste competitiepunt. Het speelt in een laag blok waar OHL maar moeilijk doorgeraakt. Met de rust in zicht krijgen we een eerste kans. Janssens met de voorzet, maar Van Kerkhoven kopt voorlangs. Zo gaan we met 0-0 rusten, dankzij sterk defensief werk van de Carolo's. Na de pauze gaat het tempo bij de thuisploeg omhoog. Ze zetten een aanval op vanuit de verdediging. Via Janssens en Van Kerkhoven komt de bal bij Eurlings en die kan na 50 minuten eindelijk de score openen voor Leuven. Ondanks het degelijke spel van de bezoekers toont OHL zich de sterkere ploeg. Van Kerkhoven verdubbelt met een prachtig hoogschot de voorsprong. Daarna doet ook invalster Van Dijk haar duit in het zakje. Ze krijgt de voorzet van Kator en tikt mooi naast Delvaux binnen. Het staat 3-0. Alle hoop van Charleroi is verdwenen. De bezoekers geraken niet meer in de wedstrijd. Het is Leuven dat met een heerlijke lop van Janssens 4-0 van maakt. De thuisploeg blijft maar aanvallen. Invalster Veefkind kopt nog tegen de lat, maar een andere invalster Lamer scoort in de rebound voor 5-0. En vlak voor tijd kopt ook Van Kerkhoven haar tweede van de avond nog binnen. Na een moedige eerste helft verliest Charleroi alsnog met 6-0. Het was echt heel slecht de eerste helft, maar dan de tweede helft, ja, keren we het dan wel om. Het spel wordt sneller, we vinden meer de ruimtes. En dan, ja, dan zie je dat we die kansen creëren en dat we die ook wel kunnen afmaken. Dus ja, ik ben blij dat het gekeerd is, want dat was iets anders geweest. Ik vond dat we als team heel goed hebben gevochten gedurende de eerste helft. Daarna, we kwamen aan kansen. We hebben onze blok proberen goed recht te houden. OHL Leuven probeerde bij ons ploeg te komen en dat kwam niet. Dus we waren heel fier. Tweede helft denk ik dat we een beetje
te confiant waren, volgens confidence. En dus ze kwamen tussen de lijnen en ze hebben ook hun kansen gemaakt. Na een lange studieronde is Genk in Zulte een eerste keer gevaarlijk. Van der Sande speelt Van Aanrode goed vrij, maar Seynaven zit ertussen. En nog geen minuut later een gelijkaardige actie. Opnieuw een scherpe voorzet van Van Aanrode, maar nu duwt Seynaven de bal in de voeten van Kersten. Windels redt voor de lijn. Genk is met voorsprong de betere ploeg. Net voor de pauze belonen ze zichzelf. Petri mag alleen op doel afgaan, is niet zelfzuchtig en legt de bal opzij voor de meegekomen Van Zijr. Al is het Paulien Windels die de bal in eigen doel werkt. Ik denk dat we tegen een goed voetballend, gretig Henk gekomen zijn vandaag. Waarin dat we de eerste helft wel wat moeilijkheden hadden in balverlies om het goed vast te zetten. Waardoor dat we centraal wel af en toe in de problemen kwamen. Maar zonder echt uitgespeelde kansen weg te geven, bleven we toch goed overeind. Het jammer van de eerste helft is dat je ik denk in de laatste minuut de 0-1 pakt. Na rust komt de thuisploeg scherper uit de kleedkamer en dat loont onmiddellijk. Press zoekt Lefere, maar ook nu wordt de bal in eigen doel gewerkt. Commotie bij Zulte, want het doelpunt gaat niet door. De beelden tonen duidelijk dat Lefere buitenspel staat. Genk schiet wakker en in 5 minuten tijd komt Van Zijr 2 keer oog in oog met Seynaven. Maar scoren lukt niet. Petri raakt wel voorbij Seynaven, maar dan brengt Windels redding voor de lijn. In het slotkwartier probeert Zulte het nog eens op vrije trap, maar Van Seist staat paraat. Vlak voor affluiten gooit Duisters de wedstrijd op slot. Het is haar eerste doelpunt van het seizoen. En zo wint Genk op bezoek bij Zulte-Waregem. En daar is vooral Romy Kamps, die voor het eerst terugkeerde naar de farm, enorm blij mee. Ik vond wel in de tweede helft, vanaf de 20e minuut begonnen we zo wat iets meer in te zakken. Maar we zijn dan blij dat we die 2-0 maken, want dan kwam de last van de schouders. Want zeker na die afgekeurde goal hebben we wel een beetje geluk gehad. Langs de ene kant wel heel leuk om weer terug te zijn, iedereen te zien. Maar langs de andere kant is het een beetje dubbel om aan de andere zijde te staan. Na een moeilijk seizoensbegin tegen alle toppers wil de Standaard weer proeven van de overwinning. Thuis tegen Aalst mocht dat in principe geen probleem zijn. En de thuisploeg begint dan ook sterk aan de partij. Op het kwartier heeft Gelders pech dat haar schot op de paal strandt. Alle gevaar komt bij Standaard van op de rechterflank. Opnieuw een goede voorzet van Fon en Blaven kan aan de tweede paal binnenwerken. De Rouchettes verdient op voorsprong. Aalst heeft werkelijk niets in de pap te brokken en als Merkelbach met een subtiele deviatie Gelders alleen voor de doelvrouw zet, werkt hij het heel beheerst af. Standaard is oppermachtig en staat 2-0 voor aan de rust. Ook in de tweede helft krijgen we van hetzelfde laken een pak. Standaard drukt Aalst meteen in de eigen 16. Van Einde met de trap, maar Strooband is bij de pinken. De Aalsterse doelvrouw doet wat ze kan, maar op deze kans heeft ze geen verhaal. Van Einde zet de Rouchettes op 3-0. In het slot gaan de boeken helemaal toe. Fon kopt in eerste instantie nog op Strooband, maar Gelders is goed gevolgd en zo moeten de Ajuinen met een 4-0 nederlaag terug naar Aalst. Wij hebben al op voorhand dingen gecalculeerd om tegen ploegenstandaard, Brugge, OHL, Anderlecht, om daar geen punten gaan tegennemen. Daarvoor is onze kern te beperkt. We zitten met te veel geblesseerden op het ogenblik. Dus het enige dat wij aan het doen zijn aan het werken, proberen de heenronde toch niet van te maken als al onze geblesseerden terug zijn. Standaard was heer en meester en pakt voor het eerst dit seizoen 6-6. On marque 4 buts, on prend pas de but, on a gagné. Il faut profiter de ces moments, de ces victoires. C'est ce qu'on a dit aux joueuses après Woluwe, parce que on avait gagné 3-1, on n'était pas spécialement satisfait de la manière. C'est des matchs où on doit absolument prendre des points. Met elk nog maar 1 zege op de teller dit seizoen was deze Gent-KV Mechelen voor beide ploegen een belangrijke wedstrijd. Eentje die je dus beter maar kan winnen. En het is de thuisploeg die er het meeste zin in heeft. In de openingsminuut is Van Dahl er al met de actie. Bakarne is meteen opgewarmd. Ook de bezoekers willen naar voren. Een diepe bal en dan rukt Charlier mee op. Haar voorzet in 1 tijd is goed. Stijvers probeert het met de kattensprong, maar raakt geen bal. Hier moet doelvrouw Maas zich niet druk om maken. Daarna zien we veel middenveldspel. Het is duidelijk wat zoeken voor deze twee jonge ploegen. Pijnlijke botsing tussen Bouharat en Van den Heuvel, hoofd tegen hoofd. Dat moet pijn doen.
Bouharat lijkt het grootste slachtoffer. Ze houdt er een serieuze bel aan over, maar zal toch verder spelen. De thuisploeg neemt de touwtjes in handen. Slordige uitrap van Bakarne en zo meteen weer Gent. Maximus met het hakje, knap gedaan, maar Niering kan het niet afmaken. Gent voert de druk op. Bij Mechelen staat iedereen achter de bal. Toch krijgen ze de bal tot bij Maximus. Zij geeft mee aan Van Dalen en die gaat door de defensie heen. Bakarne redt eerst nog, maar in de rebound is er dan toch de 1-0. Amber Maximus opent de score voor Gent. Bij Mechelen ontpopt de gehavende Bouharat zich tot aanjager. Ze zet de aanval helemaal zelf op, meegeven met Demoulin op de flank. Dan moet de voorzet komen en is het Bouharat zelf die trapt. Doelvrouw Maas is weer wakker. Het is wel meteen haar laatste wapenfeit, want ze heeft uiteindelijk toch te veel last en wordt nog voor rust naar de kant gehaald. Na de pauze zakt de ploeg van trainer Van Ginderdeuren er voetballend wat doorheen. Bij een krappe voorsprong is dat gevaarlijk. KV Mechelen gaat voorzichtig op zoek naar de gelijkmaker. Het is een helft zonder veel uitgespeelde kansen. Dus dan mag je het al eens van ver proberen, denkt Van Dalen. Het blijft 1-0. Veel spektakel krijgen de toeschouwers in Oostakker niet na de rust. Toch nog één Gentse opstoot. Goed werk van Meersman en dan Van Dalen. Even zoeken naar wat ruimte en dan het schot. Bakarne moet lossen en dan duwt Alix Bosteels de bal binnen. 2-0, opnieuw in de rebound. De tweede zege van het seizoen is nu helemaal binnen. We hebben er lang op gewacht, ook met de interlandperiode. Maar ik denk dat we heel trots mogen zijn op wat de meisjes vandaag gebracht hebben. De eerste helft was goed, voetballend goed. Redelijk wat kansen gemist ook. Met de rust zal het toch 2-3 golen mogen voorstaan. De tweede helft was vooral werkkracht. Maar ik denk dat we heel blij mogen zijn met toch een volwassen prestatie. Bijna krijgt Gent zelfs nog wat meer. Van Dalen weer zij met het schot, maar de paal staat in de weg. Mechelen blijft andermaal met lege handen achter. Na de match heeft de coach wat oplapwerk. Ik vond het onnodig om die wedstrijd te verliezen. De eerste helft kom je gewoon slecht uit de kleedkamer, word je volledig overbluft. Zet je totaal niet op de afspraak. Houd je ook niet aan de afspraken. En laat ons zeggen dat dat juist het puntje was dat mij het meeste heeft gefrustreerd gedurende heel de wedstrijd. De tweede helft was de reactie beter, maar dan pakt je momenten weer niet. En zo is het, ja, een heen en weeretje geweest vandaag. Dus ik zit met een enorm dubbel gevoel na deze wedstrijd. Gent sluipt door de drie punten een beetje dichter naar de top 5 toe, al blijft de weg naar play-off 1 nog lang. Ik denk als we vandaag die drie punten niet gepakt hebben, dat we het onszelf moeilijk maakten. Nu hebben we ze op zak en nu kunnen we daarop verder bouwen. Dus dat is zeker een goede stap in een goede richting. Heb je het gevoel dat de prestatie van vandaag ook iets is waar je op kan voortbouwen? Ik denk dat dat geen topvoetbal was. Ik denk dat we de drie punten op zak en dat gaat het belangrijkste zijn vandaag. Leuven en Anderlecht behouden het maximum van de punten en Standaard pakt voor het eerst 6-6. Club Waalwijk en Genk kruipen dichter bij Zulte Waregem en in de rechterkolom slaat Gent een kloofje. Volgende week is er de Brusselse derby en zitten we live op de klepper tussen Genk en Standaard. Tot volgende maandag.